Welcome all of you at home, and also the people looking at this service specifically via YouTube or TikTok or whatever. Welkom allemaal, ook als je thuis zit, als je naar YouTube kijkt of naar TikTok en deze preek ook kunt volgen. Dear brothers and sisters. Lieve broers en zusters. Next week is service with communion. Volgende week hebben we avondmaal. En testimonies. En ook getuigenissen. And the Bible says that both are very important. Our testimonies and the blood of Jesus. En de Bijbel vertelt ons dat beide heel erg belangrijk zijn. Onze getuigenissen en het bloed van Jezus. The blood of Jesus testifies of what he did for all of us. Wat het bloed van Jezus getuigt over wat hij voor ons allemaal gedaan heeft. And our personal testimony testifies what God did to us personally. En onze persoonlijke getuigenis getuigt van wat hij persoonlijk voor ons doet. Amen. So we need the word and we need the spirits. En we hebben dit woord nodig, we hebben Gods geest nodig. But don't forget the testimonies. Maar vergeet nooit je getuigenis. I've done services in the past. En ik heb diensten geleid in het verleden. And I used to take some people with me who gave their testimony. En dan neem ik mensen mee die hun getuigenis geven. And the testimonies most of the time were far more powerful than my sermons. En getuigenissen zijn meestal veel krachtiger dan welke preek dan ook. Amen. Because it tells the people what God did in our personal lives. Want het vertelt juist wat God in je persoonlijke leven doet. This morning also a testimony. En vanmorgen hebben we het ook over een getuigenis. But we'll talk about the benefits of suffering. En we gaan spreken over de voordelen van lijden. It's not an easy topic. Dat is geen gemakkelijk onderwerp. But I think we need this topic today. Maar we hebben dit onderwerp juist heel erg hard nodig vandaag. There's a lot of suffering in this world. Er gebeurt heel veel lijden in deze wereld. There's a lot of wars going on. Er zijn heel veel oorlogen die gaande zijn. And sometimes the Lord gives suffering in our own lives. En soms brengt de Heer ook lijden in ons eigen leven. Let's go to the first passage. En laten we daarom kijken naar de eerste tekst. Hebrews 12 verse 6. Daar staat in Hebreeën 12 vers 6. You can read those passages in the description underneath this video. You kunt de teksten vinden ook in de beschrijving onder deze video. For the Lord disciplines and corrects those whom he loves, and he punishes every son and daughter whom he receives and welcomes to his heart. Want de Heer disciplineert en corrigeert wie hij lief heeft, en hij berispt elke zoon en dochter die hij ontvangt en welkom heet in zijn hart. Suffering, part 2. Dit is lijden, tweede deel. Suffering as a Christian. En lijden als een christen. That's the statement with which Robert Foss started his testimony years ago. En dat is ook datgene waar Robert Foss zijn getuigenis jaren geleden mee begon. Foss was my former schoolmate, who recently died of cancer. Foss was Robert's voormalige klasgenoot en die is recent overleden aan kanker. But first of all, you might ask, why suffering? Maar allereerst vraag je dan af waarom lijden? Aren't we promised by more and more teachers nowadays that we as Christians do not have to suffer? Wordt ons niet beloofd door steeds meer leraren vandaag de dag dat wij als christenen niet hoeven te lijden? You don't have to be sick. Je hoeft niet ziek te zijn. And I said last time, there will come a time that people will start to say, you don't have to die when you are a Christian. En er komt ooit een tijd dat christenen zullen zeggen, als je christen bent, dan hoef je niet te sterven. Well, this is ridiculous. Nou, dat klopt natuurlijk helemaal niet. Last time I said the following. Ik zei vorige keer het volgende. There are three types of suffering. Er zijn drie soorten lijden. Physical suffering. Because of an illness. Lichamelijk lijden vanwege een ziekte. Psychological illness. Mentale ziekte. Can also be because of a disorder. Vanwege een gebrek dat er is. Spiritual suffering. En dan is er geestelijk lijden. When life is not in line with God's purpose for our lives. Als je leven niet op één lijn staat met Gods doel voor je leven. And then we might face the consequences of our lifestyle. En als dat gebeurt, kun je daar de gevolgen van gaan ondervinden. And we can see it in our society that a lot of young people especially, they leave Christ. En we zien het in onze maatschappij. Heel veel jonge mensen verlaten Christus. We see depression, we see suicides. En wat gebeurt er dan? Ze worden depressief. Ze willen zelfmoord plegen. That's a result of leaving God behind in your life. Dat is het resultaat als je God verlaat in je leven. Well, we are all suffering.
Kindermate lijden we allemaal. When we are confronted with a deadly disease, als we met een dodelijke ziekte te maken krijgen, it's not just the physical part that is hard, dan is het niet alleen moeilijk in het lichamelijke deel, but it's also tough mentally and even spiritually. Maar ook mentaal en geestelijk. That's why I'm so happy with Vos's testimony. En daarom ben ik zo blij met de getuigenis van Vos. He discovered a number of keys. Want hij heeft een paar sleutels ontdekt. Regarding the suffering he was undergoing at the time of his testimony, and in part still had to undergo in the following years. En dat heeft hij ontdekt in de momenten van zijn lijden en de jaren daarna. Not because he wanted to. Niet omdat hij dat wel zo graag wilde. You see, I ended part one with the comments, together we can discover how God can work as well, precisely through something that none of us likes doing, suffering. En daar suffering. Zijn we vorige keer mee afgeschoten, namelijk met elkaar kunnen we ontdekken hoe God ook kan werken, juist door iets waar we niet doorheen willen gaan, en dat is het lijden. Here and I will add some things from my point of view regarding the three-part suffering. En ik ga daar nu wat vanuit mijn visie aan toevoegen over dat drie. Before I continue, I'd like to show this picture. Voordat we verder gaan, wil ik graag dit plaatje tonen. I wonder why I don't hear from the shepherds anymore. En daar staat, ik verbaas me erover waarom ik niets meer van de herder hoor. Well, you see a Bible underneath. Je ziet dat daar een Bijbel onder zijn stoel ligt. And some notebooks. En ook wat notitieboekjes. And you see the shepherd yelling. En je ziet in een hoekje de herder die staat te schreeuwen. So there's the Bible, there's the words. Daar is de Bijbel, daar is het woord. There's the shepherd, the Lord himself. En de Heer zelf als de herder. And he doesn't get any attention. Maar hij krijgt geen aandacht. Well, that's the world we're living in today. En dat is de wereld waarin we vandaag de dag leven. And sometimes it's my world as well. En soms is dat ook in mijn wereld zo. Such a lot of distraction. Zoveel afleiding. Social media. De sociale media. Television, internet. De televisie, het internet. You recognize that? Herken je dat? We all have to deal with it. We have to filter all the news, first of all. En allereerst is er een filter nodig voor al het nieuws wat binnenkomt. Don't you think? Yes, there's a lot coming towards us. Want er komt heel veel op ons af. You can feel bombarded by all the news. Je kan er gewoon door gebombardeerd voelen. Especially door negative news. En vooral het negatieve. Vos first asks two questions. Vos stelde allereerst twee vragen. Are we full of all kinds of apparently useful things? Zitten we vol met allerlei wat voor ons belangrijke dingen zijn? Well, can be things in the church as well. En dat kan ook in de gemeente gebeuren. It doesn't have to be negative stuff. Het hoeft ook geen negatieve dingen te zijn. Secondly, is reading the Bible just a short-lived interruption of what we mainly do? Of is het Bijbellezen alleen maar een kortstondige onderbreking van waar we vooral mee bezig zijn? I know from personal experience, if I don't start with the Bible, ik weet uit eigen ervaring, als ik niet 's morgens met de Bijbel begin, I'll end up with my mobile phone in bed when I go to sleep. En daarmee ga ik dan slapen. Yes. Happened to me. Het gebeurt. Still sometimes happens to me. Het gebeurt nog steeds. So we're distracted by a lot of things. Dus we worden afgeleid door heel veel dingen. And then he immediately addresses the crucial question. En dan kom je gelijk bij de cruciale vraag. How does the shepherd get our attention? Hoe krijgt de herder onze aandacht? You would say it's almost impossible. Je zou bijna denken dat het onmogelijk is. And provides an answer regarding the purpose of three-part suffering. Maar we krijgen ook gelijk een antwoord op het doel van dat drieledig lijden. How does God get our attention? Hoe krijgt God onze aandacht? Well, Vos immediately states, perhaps precisely through suffering. En daarom zegt Vos dan ook direct, wellicht juist door het lijden. He says, maybe we need to learn to listen to the shepherd again. Hij zegt, misschien hebben we het wel nodig om opnieuw te leren luisteren naar de herder. Thereby removing all baggage from our lives. Om daarbij alle ballast van ons leven te verwijderen. And in the meantime, really listening to what he has to say to us. En ondertussen goed gaan leren luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Sometimes he whispers. Soms fluistert hij alleen maar. Well, if it's all loud around you. Want als het allemaal zo luid om je heen is. You can't listen. Dan is het lastig luisteren. You can't understand what he's saying. Dan begrijp je niet wat hij zegt. Vos continues to state what I said in my earlier sermon. En wat we de vorige keer al stelden in onze vorige preek.
suffering for Christ's sake, and especially suffering because of life's troubles, worries and illnesses. Het is een lijden om Christus wil en vooral lijden door moeite. The former specifically befalls God's children. En dat overkomt specifiek als kinderen. And the latter will affect everyone, sooner or later. En uiteindelijk zal het iedereen vroeg of laat overkomen. On the basis of a number of texts, he then discussed the three-part suffering. En dan gaat hij verder aan de hand van een paar teksten over dat drieledig lijden. Second passage on your piece of paper. En het tweede deel op je papier. And Corey will read it in Dutch. En dat zal ik jullie in het Nederlands voorlezen. Jullie hebben nog niet tot bloedens toe gestreden als het gaat om het weerstand te bieden tegen de zonde. En jullie zijn het goddelijke woord van bemoediging vergeten, dat aan jullie als zonen en dochters gericht is. Mijn zoon en dochter, denk niet te licht over de discipline van de Heer en raak niet ontmoedigd en geef niet op als jullie door hem terechtgewezen worden. Want de Heer disciplineert en corrigeert wie hij lief heeft en hij berispt elke zoon en dochter die hij ontvangt en welkom heet in zijn hart. Jullie moeten je onderwerpen aan correctie vanwege het doel van discipline. God gaat met jullie om als zonen en dochters. Want welke zoon of dochter wordt er nou niet door zijn of haar vader gedisciplineerd? Als jullie nu niet onder correctie staan en ook geen discipline bijgebracht krijgen, iets dat hoort bij al Gods kinderen, zijn jullie onwettige kinderen en totaal geen zonen of dochters. Illegitimate children. Onwettige kinderen. Well, let me state, no one will see God without suffering. Niemand kan dus God zien zonder lijden. Amen. We simply have to face it. We zullen het gewoon onder ogen moeten komen. Spiritual suffering. Geestelijk lijden. Mental suffering. Mentaal lijden. Physical suffering. Fysiek lijden. We will all die. We zullen allemaal sterven. Unless the Lord comes back earlier. Tenzij de Heer ons opneemt. But we will all have to face suffering. Maar we zullen allemaal lijden om onder ogen moeten komen. The second passage is from Job 5, verse 17. Het tweede gedeelte staat in Job 5, vers 17. The third passage on your piece of paper. Behold, how happy and fortunate is the man or woman whom God reproves. So do not despise or reject the discipline of the Almighty, subjecting you to trial and suffering. Er staat gelukkig de mens die door God wordt terechtgewezen. Wijs daarom de discipline van de ontzagwekkende niet af, terwijl hij jou onderwerpt aan beproeving en lijden. Well, it's quite confronting this passage as well. Nou, daar word je best mee geconfronteerd. Third one, Proverbs 3, verses 11 and 12. En dan staat er in Spreuken 3, vers 11 en 12. My son and daughter, do not reject or take lightly the discipline of the Lord, nor despise his rebuke. For those whom the Lord loves, he corrects, even as a father corrects the son or daughter in whom he delights. Mijn zoon en dochter, een berisping van de Heere mag je nooit terzijde schuiven. Zijn tuchtiging moet je zonder afschuw ondergaan, want de Heer corrigeert wie hij lief heeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon of dochter. The fourth one, the fifth passage on your piece of paper. En dan de volgende. Revelation 3, verse 19. Openbaring 3, vers 19. Those whom I, says God, love, I rebuke and discipline, showing them their faults and instructing them. So be enthusiastic and repent. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. In the source text it says, be enthusiastic about this. En er staat dus hier, wees enthousiast hierover. Well, am I enthusiastic about suffering? Ben ik enthousiast over een lijden? Well, don't know about you, but I'm not that enthusiastic about suffering. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar daar ben ik nog niet bepaald enthousiast over. So to summarize it. Dus om het nu samen te vatten. Hebrews 12. God disciplines and corrects those whom he loves. Hebreeën 12. God disciplineert degene die hij lief heeft. Also says in Revelation 3. En dat staat ook in Openbaring 3. Those whom I love, I rebuke and discipline. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. So the Lord loves us.
Dus de Heer houdt van ons. And that's why we have to suffer sometimes. En dat is waarom we soms moeten lijden. And some people suffer their whole lives. En sommige mensen lijden hun hele leven lang. Job 5. Happy and fortunate is the man or the woman whom God reproves. Job 5. Gelukkig en blij is degene die de Heer terecht wijst. Happy and fortunate. Gelukkig en blij. If God reproves you. Als God je terecht wijst. Wow. And Proverbs 3. Don't reject God's discipline. En dan in Spreuken 3. Schuif de Heer zijn berisping niet terzijde. Well, what else do we expect as disciples? Wat verwachten we dan nog meer als discipelen? We need discipline, don't we? We hebben allereerst discipline nodig. So sometimes we will need suffering. Dus soms zullen we lijden ondergaan. Whether we like it or not. Of je dat fijn vindt of niet. And I don't like it. En ik vind het niet fijn. But I thank the Lord for suffering sometimes. Maar ik dank de Heer voor het lijden. And if I see the benefits of suffering. En als ik dan de voordelen zie van uitlijden. My heart gets more grateful and more grateful. Dan wordt mijn hart alleen nog maar dankbaarder. I hope you will see it the same. En ik hoop dat je het ook zo gaat zien. Because Vos says, I don't like suffering. En Vos zegt het zelf ook, ik hou niet van lijden. Do I like that process? Vind ik dat proces fijn? No, nee. But I can still thank God for it. Maar ik kan God er toch voor danken. Because God wants to have us on a higher plane. Want God wil dat we op een hoger plateau komen. See the picture? Zie je dit beeld? All kinds of people in a row. Allerlei mensen op een rijtje. Sometimes God does this. En soms doet God dit. He wants to get you on a higher plane. Hij wil dat je op een hoger plateau komt. But God, the others. Maar God, hoe zit het dan met die anderen? The disciples were discussing with Jesus, but what will happen to him? En de discipelen deden het ook onder elkaar. What will happen to her? Hem? Wat zal er met haar gebeuren? Oh, shit. That's none of your business. Dat gaat je helemaal niks aan. Look what I'm going to do in your life. Kijk wat ik in jouw leven ga doen. Well, the Lord brought him to a higher plane. Ja, de Heer zette hem op een hoger plateau. Not an easy way for the disciples. Het was geen gemakkelijke weg voor de discipelen. 11 of the 12 died an excruciating, painful death. 11 van de 12 stierven onder verschrikkelijke, pijnlijke omstandigheden. Well, I won't explain what they went through. Ik zal niet gaan uitleggen waar ze allemaal doorheen gegaan zijn. But it was terrible. Maar het was verschrikkelijk. The way they had to suffer. De wijze waarop zij moesten lijden. Because they wanted to follow Jesus. Gewoon omdat ze Jezus wilden volgen. You could conclude from these four passages that the three-part suffering comes from God. En je zou dus kunnen concluderen vanuit deze schriftgedeeltes dat lijden vanuit God komt. Well, strictly speaking, it's the result of the fall. Uiteindelijk is het resultaat van de zondeval. But God often allows it to happen because He loves us. Maar God staat het vaak toe omdat Hij van ons houdt. And again, He wants to see us on a higher plane. Consider the striking example of Job I talked about last time. We hadden het de laatste keer over het voorbeeld van Job. God teaches us things through suffering. God leert ons juist dingen door het lijden heen. Do we like that? Vinden we dat fijn? No. Nee, don't. Most of the times. Vos says, should we be surprised if we have to deal with suffering in our lives? Dus vraagt Vos zich af, zouden we dan verbaasd moeten zijn als we met lijden te maken krijgen in ons leven? It's a part of our existence where God has a purpose with. Het is een onderdeel van ons leven waar God een bedoeling mee heeft. Because God never promised us a smooth journey, but He did promise us a safe arrival. Want God heeft ons nooit een kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. And that's not a useless one-liner. En dat is niet zomaar een zinsnede. No, it's biblical. Nee, het is bijbels. Look at the disciples on Kijk the Sea of Galilee. Kijk maar de discipelen op de Zee van Galilea. This is a painting from Rembrandt. Dat is wat Rembrandt ervan geschilderd heeft. They were panicking. Ze waren in paniek. And these 12 men, they were brave. En deze 12 waren juist heel dapper. They were fishermen. So they had to face a lot of obstacles in their lives regarding the weather and all kinds of stuff. Ze hadden al heel vaak allerlei obstakels onder ogen gezien wat het weer betreft. But Jesus said, you will get to the other side. Maar Jezus had beloofd, je zult naar de andere kant komen. But in the middle of the sea, maar midden op dat meer, they started to panic. Jesus, help us! Waren ze echt helemaal in paniek. Jezus, help ons!
was a moment that Jesus was in the ship, like in this picture. Dit was het moment dat Jezus niet in de boot was. Oh, he was in the ship. Hij was wel in de boot. Okay. Yes, and he was sleeping. En waar hij lag te slapen. He had so much trust in the Father that he fell asleep. Hij vertrouwde de Vader totaal dat hij rustig kon slapen. Even in stormy weather. Zelfs in de meest ellendige storm. And Jesus says, "Silence, you storm." En Jezus zei tegen de storm, wees stil. And they came to the other side. En toen kwamen ze aan de andere kant. Safe and sound. Helemaal veilig. I think the disciples didn't forget it, what happens that night. Niet dat de discipelen dat ooit vergeten zijn. Furthermore, what if the three parts suffering becomes reality? En als dat drieledig lijden nou eens onze werkelijkheid wordt? What if suffering comes in our lives? Als het in ons leven gebeurt. What is left of you then? Wat blijft er dan nog over? Well, I know there are people who can testify about that, and please do it next Sunday. En weet je, als je daar getuigenis over hebt, doe dat dan volgende zondag. Yes, how you got through in your life with Jesus. Hoe ben je daar doorheen gekomen? We want to know. Dat willen we graag horen. We want to know all about it. Daar willen we alles over weten. Because we can learn from it. Want daar kunnen we veel van leren. Amen. So think about it this time. Write something down. Dus denk er eens over na. Schrijf dingen op. And please give your testimony. En geef daarover je getuigenis. It will show the people that we serve an awesome God. Want het laat zien dat we een machtig God dienen. Amen. And it's about the blood of Jesus. En het gaat altijd over het bloed van Jezus. How he saved us. Hoe hij ons gered heeft. From our most deadly disease. Van onze meest dodelijke ziekte. Sin. Zonde. We forget about that. Dat vergeet je nog wel. That it's all about physical healing. Dat het gaat over de fysieke genezing. In a lot of churches it's mostly about what God can do. Dat is in heel veel gemeentes wat het meeste wat God kan doen, fysieke genezing. Touch him or her. Raak hem of haar aan. Cure him or her from a certain kind of disease. Genees hem of haar van die ziekte. That's not our biggest problem. Maar dat is niet echt ons grootste probleem. Our biggest problem is spiritual. Ons grootste probleem is geestelijk. Amen. Let's face it. Laten we dat nou eens onder ogen zien. The biggest problem of your neighbor is not the fact that she's in a divorce. Het grootste probleem van je buurvrouw is niet dat zij in scheiding ligt. That she needs Jesus. Maar dat ze Jezus nodig heeft. If she doesn't know him already. Als ze hem nog niet kent. That's her biggest problem. Dat is ons grootste probleem. Again, Hebrews 12, verse 8. Dus we gaan nogmaals naar Hebreeën 12, vers 8. Second passage. Dus het tweede gedeelte op papier. Now, if you are exempt from correction and without discipline, in which all of God's children share, then you are illegitimate children and not sons or daughters at all. Als jullie nu niet onder correctie staan en ook geen discipline bijgebracht krijgen, iets dat hoort bij al Gods kinderen, zijn jullie onwettige kinderen en totaal geen zonen of dochters. Vos again, don't be surprised, it's part of the life of a Christian that there is suffering. Dus Vos zegt opnieuw, wees dus niet verrast. Het hoort bij het leven van een christen dat er lijden is. As God's child, you will have to deal with correction and discipline. Als Gods kind zul je gewoon discipline en correctie krijgen. We all need it. We hebben het allemaal nodig. You need it. Jij hebt het nodig. You need it. Jij hebt het nodig. I need it most of all. Ik heb het bovendien nodig. Amen. Because it says in Psalm 119, verse 71. It's the sixth passage on the piece of paper. En het zesde gedeelte op papier. It is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes. Psalm 119, vers 71. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. Well, David had to face a lot of afflictions. David moest heel veel verdrukking onder ogen zien. God had him in mind as a king. Want God had hem in gedachten als koning. But it took years and years of suffering. Maar het nam jaren en jaren van lijden. Before he became a king. Voordat hij werkelijk koning werd. And even when he was a king. En zelfs toen hij al koning was. He had a very tough life. Had hij het nog steeds moeilijk. Lot of trouble with his sons. Heel veel moeilijkheden met zijn zonen. Etc. etc. Enzovoort. I'll spare you the details. But he had a difficult life. Hij had een moeilijk leven. Let's thank the Lord for it.
like David did. Laten we dan de Heer leren danken, zoals David dat ook deed. He thanked the Lord for being afflicted. Hij dankte de Heer voor zijn lijden. Vos said, the most wholesome aspects that you learn more about the Lord and the way that He goes. En Vos zei het dan ook, het meest heilzame is dat je meer leert over de Heer en de weg die Hij gaat. It's how about how you may serve. Dan gaat het over hoe je mag dienen. And it will draw you nearer to Him. En het trekt je dichter naar Hem toe. Those are quite some benefits. Dat zijn nogal wat grote voordelen. Let's go a bit deeper regarding suffering. Psalm 118 verses 17 and 18. En laten we dan wat dieper erin gaan. In Psalm 118 vers 17 en 18. Seventh passage. I will not die, but live, and declare the works and recount the illustrious acts of the Lord. The Lord has disciplined me severely, but He has not given me over to death. Er staat, ik zal niet sterven, maar leven, en de daden van de Heer verhalen. De Heer heeft mij stevig gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood. Well, you can even nearly die. Je kan zelfs bijna doodgaan. And people die as well. En mensen gaan ook dood. As a result of suffering. Als resultaat van het lijden. God regularly allows suffering to draw us closer to Him. Maar God staat lijden regelmatig toe om ons dichter naar Hem toe te trekken. But it doesn't have to be a specific sin involved. En het hoeft niet eens omdat er een zonde bij betrokken is. But let's have a look at John 9 verses 1, 2 and 3. Of kijk maar naar Johannes 9 vers 1 en 3. Eighth passage. While he was passing by, he noticed a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he would be born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but it was so that the works of God might be displayed and illustrated in him. Er staat in het voorbijgaan, zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Yes, it says in the source text illustration. Het is als een illustratie. Yes, it's a picture. Het is een beeld. So people can see that picture. It says more than 1,000 words. En wat vaak is een beeld, zegt meer dan 1,000 woorden. So Jesus would be glorified because of this miracle. Zodat Jezus verhoogd zou worden vanwege het wonder. Amen. En daar ging het om. Vos again, how does God work? Some questions. How does God work? Vos had een andere vraag. Hoe werkt God? What does God actually do? Wat doet God dan eigenlijk? And what is the lesson for us? En wat is dan de les die je eruit krijgt? What could be possible keys? En wat zouden de sleutels kunnen zijn? So the theme of this sermon, and then I'll end it. En het thema van deze preek, en daarna gaan we het afsluiten. What are the benefits of suffering? Wat zijn dan de voordelen van het lijden? We'll have a look at five keys. We gaan kijken naar vijf sleutels. First key. De eerste sleutel. It's all about mercy. Het draait allemaal om barmhartigheid. Not getting what we deserve. Niet krijgen wat we verdiend hebben. You know, there's a difference between mercy and grace in English. Er is een groot verschil tussen barmhartigheid en genade in het Engels. Mercy is about not getting what we deserve. Barmhartigheid gaat over niet krijgen wat we verdiend hebben. And grace is getting what you don't deserve. En genade is krijgen wat je niet verdient. Well, we all need grace to do the things God wants us to do. En we hebben allemaal genade nodig voor datgene wat God van ons vraagt te doen. Amen. So key one, it's all about mercy. 1 Peter 1 verses 3 and 4. 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Ninth passage. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant and boundless mercy has caused us to be born again to an ever-living hope and confident assurance through the resurrection of Jesus from the dead into an inheritance which is imperishable and undefiled and unfading, reserved in heaven for you. Er staat dus, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft,
in de hemel een onvergankelijk ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. There are some leaders who say, well, we've got an inheritance given by Jesus of healing. En er zijn predikers die zeggen van, we hebben een erfenis van genezing gekregen. No. Well, we have received an inheritance, but not during this time. En die erfenis komt pas straks, niet in deze tijd. They say it's 100% certain that God wants to heal you right now. En ze zeggen het is 100% zeker dat God je nu wil helpen. No, that's not biblical. Dat is niet bijbel. This verse talks about eternal healing. Dit vers spreekt namelijk over eeuwige genezing. Amen. Reserved in heaven for us. Dat we voor ons in de hemel klaarstaan. So yes, 100% healing of our bodies. Ja, 100% genezing van ons lichaam. And of our souls. En van onze zielen. In heaven. In de hemel. Amen. Praise God for that. En prijs God daarvoor. First key, it's all about mercy. Dus de eerste sleutel gaat allemaal over barmhartigheid. The Lord's sacrifice was and is more than enough. En het offer wat Jezus gebracht heeft was en is meer dan genoeg. It's good enough, more than enough for our salvation. Het is meer dan genoeg voor onze redding. It's more than enough for the healing of the pain in our souls. Het is meer dan genoeg voor de redding van de pijn in onze zielen. And in eternity, it has been more than enough to heal all of us and give us a new glorified body. Amen? En in de eeuwigheid is het meer dan genoeg om ons ook een nieuw verheerlijkt lichaam te geven en alles te genezen. Second key. De tweede sleutel. God appears in the praise and worship of his name. God verschijnt in het loven en prijzen van zijn naam. 2 Chronicles 5, verses 13 and 14. Dat zien we in 2 Chronieken 5, vers 13 en 14. And this happens when the ark was brought into the temple. And Corrie will read it in Dutch because it's quite a long passage. En dat gebeurde op het moment dat de ark de tempel binnen werd gedragen. En daar staat, op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehore brengen ter ere van de Heer. Zodra het geluid van de trompetten, cymbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven, de Heer is goed, eeuwig duurt zijn trouw, vulde de tempel, het huis van de Heer, zich met een wolk. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel. So, key two, when Vos was in the hospital, he was severely ill. De tweede sleutel, toen Vos in het ziekenhuis lag en heel erg ziek was, God appeared to him. Kwam God bij hem. En Vos praised him. God showed up in his word, in his song, etc. En God toonde zichzelf in de woorden van het lied. And there was peace and tranquility in the hospital. En er was vrede en stilte in het ziekenhuis. And he could testify to a lot of people around him in the hospital. En hij kon zijn getuigenis geven aan heel veel mensen in het ziekenhuis. Third key, learn to see God's provision. De derde sleutel is Gods voorziening leren zien. God's faithfulness extends to all areas of our lives. Want Gods trouw gaat uit naar alle delen van ons leven. Vos says, it became a reality, even regarding things that seemed very trivial. En Vos zegt dan ook, het werd voor mij een realiteit, zelfs voor de dingen die gewoon heel gewoontjes waren. But we're still very nice. Maar het toch heel fijn waren. God took care of all the business that had to be done. God zorgde voor alle details. God's faithfulness extends to all areas of our lives. Dus Gods trouw strekt zich uit naar alle terreinen van ons leven. Amen. Because it says in 1 Peter 5, verse 7, 11th passage. Het zegt dan ook in 1 Petrus 5, vers 7. Casting all your cares on him, for he cares about you. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. You can throw it at him. Je kan het naar hem toe gooien. Like you throw a basketball. Zoals je een basketbal gooit. Or a piece of paper in a trash can. Of een pot papier naar de prullenbak. Lord, I throw it at you. Heer, ik gooi het naar u toe. Please catch it. Wilt u het opvangen? And be successful. En I can't handle it any longer. Want ik kan het niet meer aan. Amen? That's what we may do. En dat is wat we mogen doen. Fourth key. De vierde sleutel. Suffering teaches us to put everything in God's hands. Het is door het lijden dat we leren om alles in de handen van God te leggen. Have you done that already? Heb je dat al gedaan? Really? Because
Vos asks us the following question. Want Vos vraagt ons de volgende vraag. What might you still need to put in God's hands? Wat moet u nog steeds in Gods handen leggen? Well, I'd like to encourage you to feel free to respond to these aspects after the service. Dus voel je vrij om na afloop hierover door te praten. While talking to a brother or sister. Bijvoorbeeld met een broer of een zus. Share it. Deel het. I find it hard to let loose. Ik vind het lastig om dit los te laten. Or that. Of dat. Or whatever. Of wat dan ook. Key 5, the last key. En dan de laatste sleutel. Suffering teaches us to acknowledge God in everything. Het leert ons om God in alles te erkennen. But then it really helps to put down distractions. I'll get back to this picture again. Dan zijn we terug bij dit plaatje. If you put down our dark glasses. Als je nou eens die zonnebril afzet. And headphones. En die koptelefoon. Or AirPods or whatever they're called. Of wat je ze tegenwoordig ook maar noemt. I discover some new things from God. Misschien hoor je en zie je dan wel nieuwe dingen van God. Amen. Some last words. En dan ter afsluiting. When I think of the text in the cartoon, I wonder why I don't hear from the shepherd anymore. Als je je afvraagt die vraag, hè, want ik verbaas me erover waarom ik niets meer van de herder hoor. If we are in that position with our headphones on and dark glasses on. Als we nog steeds in die positie zitten met donkere glazen op en koptelefoon. We think our lives are makeable. Dan denk je dat je alles wel maakbaar kan maken. Don't we think like that? Denk we niet. Well, life is going okay. Mijn leven gaat perfect. I've got a lot of distractions, but it doesn't bother me. Ik heb heel veel afleiding, maar daar heb ik geen last van. But I can't hear his voice anymore. Maar jammer dat ik zijn stem niet meer kan horen. Well, our lives are not makeable. Weet je, ons leventje is niet maakbaar. And a lot of you have discovered that already. En heel veel van ons hebben dat al ontdekt. Nothing could be further from the truth. Niets is minder waar. In reality, we depend on the Lord regarding everything in our lives. Want in werkelijkheid zijn we in alles afhankelijk van de Heer. In the meantime, we will face difficulties or worries. En misschien hebben we te maken met moeite en zorgen. There will be spiritual afflictions. Dat er geestelijke moeilijkheden zijn. And we can face bodily pain. En ziektes in ons lichaam. That's for now, at this very moment. En dat is misschien nu, op dit moment zo. So, things can really put us in great distress psychologically and even test us enormously spiritually. En ook op allerlei terreinen worden we dan getest. Why Lord? Why me? Waarom ik? Hoe zit dat even? Diseases can wear us down. Ziektes kunnen ons afmatten. So all in all, suffering. En alles bij elkaar is het lijden. Three parts suffering. Driedelig lijden. But if we learn to discover and appreciate the added value of suffering, we will continue to grow in the intimacy with the Lord. Maar als we de meerwaarde leren ontdekken en waarderen wat het lijden ons kan brengen, dan gaan we juist groeien in de intimiteit met de Heer. Do you expect that to happen in your lives? Verwacht je dat in je leven? Amen. Finally, the passage I started with. En dan tenslotte het Bijbelvers waarmee ik begon. Hebrews 12, verse 6. Hebreeën 12:6. For the Lord disciplines and corrects those whom he loves, and he punishes every son and daughter whom he receives and welcomes to his heart. Er staat, want de Heer disciplineert en corrigeert wie hij lief heeft, en hij berispt elke zoon en dochter die hij ontvangt en welkom heet in zijn hart. He welcomes us to his heart. Hij verwelkomt ons in zijn hart. Wow, encouraging passage. En dat is zo bemoedigend. If you forget all about today, just hold on to this passage. Als je al het andere vergeet van vandaag, hou je vast aan dit gedeelte. God welcomes me in his heart. God verwelkomt mij in zijn hart. Stay close to his heart. Dus blijf dicht bij zijn hart. Like the prodigal son. Zoals de verloren zoon. Stay close to him. Blijf dicht bij hem. Don't wander off somewhere in the background. Dwaal niet af. Stay close to him. Blijf dicht bij hem. The grass is no greener on the other side. Het gras is echt niet groener aan de andere. It's a lie. Het is een leugen. It can even be the spiritual grass in another church. Als je denkt dat er meer geestelijk gras is in een andere kerk. If you are fed here, stay here. Als je hier gevoed wordt, blijf je hier. Amen. It's very important. En dat is heel belangrijk. Stick to your guns. Blijf erbij. Stick here. Blijf hier. There's no need to go away. Het is helemaal niet nodig om weg te gaan. But above all, stay close to the Lord. Maar bovenal, blijf dicht bij de Heer. Let's pray for that. Laten we daarvoor bidden. Thank you, Lord, for today. Vader, dank u wel voor vandaag.
Thank you that suffering is not the end. Dank u dat het lijden niet het einde is. You are the Alpha and the Omega. U bent de Alpha en de Omega. You cover our whole lives. U bedekt ons hele leven. From the beginning to the end. Van begin tot eind. And even after the end. En zelfs na het eind. When we go to you in eternity. Als we bij u in de eeuwigheid mogen komen. Thank you, Lord, for what you did on the cross. Dank u wel wat u aan het kruis voor ons gedaan heeft. Praise you, Lord. We prijzen u, Heer. There's not enough time in this life to praise you for that. Er is gewoon niet genoeg tijd in deze tijd om u te prijzen. If suffering takes us closer to you, Lord. Als het lijden ons dichter bij u brengt. So be it. Laat het zo zijn. I thank you for it, Lord. En ik dank u ervoor, Heer. For the suffering in my own life. Voor het lijden in mijn eigen leven. Suffering in the lives of my brothers and sisters here. Het lijden hier in bij mijn broers en zussen. The suffering of the people we know in our surroundings. Het lijden van mensen die we kennen in onze omgeving. And the suffering of all those people in wars. En het lijden van al deze mensen in oorlogssituaties. Natural disasters. En de natuurlijke rampen. Thank you, Lord, that you are there as well. Dank u dat u er overal bij bent. That you love us. Dat u van ons houdt. That you care for us. Dat u voor ons zorgt. That you care for our bodies. Dat u zorgt voor onze lichamen. That you care for our souls. Voor onze zielen. But above all, that you care for our spirits. Maar bovenal dat u zorgt voor onze geest. That they are united with your spirit, Lord. Dat er een eenheid mag zijn tussen onze geest en uw geest. That's your longing. Dat is wat u verlangt. That's the way you want to do it in our lives. Dat is wat u wilt bewerken. And not just in our lives. En niet alleen in ons eigen leven. Help us to testify. Maar help ons te getuigen. Regarding our neighbors. En naar onze buren toe. Our colleagues. Onze collega's. The people in the streets. Mensen in de straat. In our city. In onze stad. In our village. In ons dorp. Lord, our country needs you as well. Heer, ons land heeft u zo nodig. Help us to intercede for this country, Lord. Help ons om te bidden voor ons land. The Netherlands needs Jesus. Nederland heeft Jezus nodig. So badly. Please call back all those prodigal sons and daughters. Heren, roep alle verloren zonen en dochters thuis. So many of the people we know, they used to belong to a church. Zoveel mensen die we kennen waren ooit deel van deze gemeente of waar dan ook. But they came to a point where they said, well, I don't want to follow you anymore. Maar kwamen tot het punt waarop ze zeiden, ik wil u niet langer volgen. Of disappointment of what they saw in us. Of waren teleurgesteld in wat ze in u zagen. Lord, forgive us. Heer, vergeef ons. And bring them back. Breng ze terug. Not because of us. Niet vanwege ons. But because of your son Jesus. Maar vanwege uw zoon Jezus. Amen. Amen. Amen.